We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Meneer Elbers, chef, mag ik zeggen. Welkom bij het interview van De Blauwe Tijger. We gaan het hebben over het boek wat u vertaald heeft. En ook over de auteur van dat boek. Het boek heet De Ontscheping en de auteur is Jean Raspail. Eerst iets vragen over uzelf. Ja, want u heeft een hele rijke loopbaan gehad. In de amusement, in de reclame, tv, radio en in de kunst. Ja. Hoe komt u dan eigenlijk bij zo'n serieus boek terecht? Ik ga u dat vertellen, dat was in 1988. Ik woonde in Schaarbeek en in Schaarbeek, ik ben een Vlaams nationalist, Vlaams geëngageerd. En in Schaarbeek hadden we een burgemeester Nols en die had voor Vlamingen de apartheid ingevoerd. Ja. Het is te zeggen, wij kregen op het gemeentehuis een loket apart als Vlamingen. En wij namen dat niet. Wij zeggen, wij zijn geen tweederangsburgers, die apartheid moeten we niet hebben. En dus, ik was nogal gebrand op die burgemeester Nols. En op dat moment schreef ik ook voor het Palieterke, deed ik de televisierubriek. Het is te zeggen, ik moest dan al die programma's bekijken. En in een programma zag ik burgemeester Nols op de Franstalige televisie. En die zwaaide met het boek Le Camp des Saints van Jean Raspail. En burgemeester Nols, die zei in het Frans, maar ik zal het in het Nederlands zeggen, dit boek moet je lezen, dan weet je wat ons te wachten staat. En burgemeester Nols, die zo tegen de Vlamingen was, apartheid, heeft op een bepaald ogenblik een klik in zijn kop gekregen en hij heeft gezien het gevaar voor Brussel, voor mijn gemeente. Dat zijn niet de Vlamingen, dat zijn de immigranten die hier komen. En die is totaal omgeslagen, die heeft zelf zijn handtekening gezet voordat het Vlaams Blok kon opkomen met gemeenteverkiezingen. En omdat hij met dat boek zwaaide, zeg ik, ja, dat is een interessant boek. Ik wil even slim worden als burgemeester Nols. Dus ik ga dat boek lezen. Ik ga naar de bibliotheek, daar hadden ze dat boek niet. Ik heb het speciaal moeten laten bestellen, want Jean Raspail was dan een schrijver die ten onze bij ons niet gekend zo niet gekend was. Ik heb dat boek besteld. Ik ben dat beginnen lezen. Dat heeft mij zo aangegrepen dat ik het herlezen heb. De tweede keer. En dat ik vond die stijl van Jean Raspail ook zo boeiend dat ik alle boeken van Jean Raspail ben beginnen zoeken in de bibliotheek. Dan waren er bibliotheken die enkele boeken van hem hadden. En ik heb ongeveer het ganse werk van Jean Raspail gelezen en Le Camp des Saints, het boek dat de Blauwe Tijger als de ontscheping uitgebracht heeft, heb ik 4 keer gelezen. Ik heb altijd gezegd, dat boek zou in het Nederlands moeten vertaald worden. En in welk jaar was dat, dat u dat las? 1988. Dat is ongeveer een 15 jaar nadat het uitgekomen was. Het is uitgekomen 1974, geschreven 73, 74 uitgekomen. In 1988 ben ik er toevallig dus door burgemeester Nols zijn statement op televisie, dat hij met dat boek zwaaide, dat hij zegt, dat is het gevaar voor het Westen, dat is het gevaar voor onze gemeente. En zo ben ik dat boek beginnen lezen en het heel oeuvre van Jean Raspail. Dus de burgemeester was zich bewust van bepaalde immigrantse problemen? Tuurlijk, omdat Schaarbeek grenst aan Sint-Joostenode. En Sint-Joostenode, daar is 80% immigrant, 80% vreemdelingen. Bij die 20% Belgen, dat we zullen zeggen, zijn er nog een aantal nieuwe Belgen.
dan, we weten zelf niet hoeveel. De burgemeester is een Erdogan van Emir Kir. Hij heeft ook de Armeense volkgemoord niet willen met de vinger wijzen. Dat is de huidige burgemeester. Hij zegt dat dat niet bestaat. Emir Kir is de huidige burgemeester. Ik denk dat hij zelf in de Brusselse regering staatssecretaris geweest is. Of minister, dat is een Turk. Een Erdogan van, als men ziet. En dat is de gemeente, dat is een klein gemeente, Sint-Joosnode, grenst aan Schaarbeek. En Schaarbeek moet nu ongeveer 40-45% vreemdelingen zijn die daar wonen. Vroeger waren dat gastarbeiders. Ja. Dan hebben ze dat veranderd in vreemdelingen. Ja. Dan hebben ze gezegd immigranten. Mm-hmm. Dan hebben ze gezegd migranten. Dan hebben ze gezegd nieuwe Belgen. En dan hebben ze gezegd, dat is het laatste, nieuwkomers. Dan zijn wij de oudblijvers, zou ik zo zeggen. En ik ben in Schaarbeek geboren. Uh-huh. Dus te zeggen, ik ben in Elsene geboren. Was dat toen echt al Brussel? Schaarbeek is de grootste gemeente van de 19 gemeentes die bij Brussel horen. Ja, okay. Schaarbeek ligt ongeveer in vogelvlucht op een 2 kilometer van de grote markt van Brussel. Dat is dichtbij. Ja. Dat is heel dichtbij. Het is een aangrenzende gemeente van de stad Brussel, dat eigenlijk een klein gebied is, een gebied in het hart. En Schaarbeek is de grootste gemeente die daaraan paalt. Brussel, dat zijn 19 gemeentes die vroeger allemaal Vlaams waren en die nu allemaal verfranst werden na de oorlog van 40 en die nu grotendeels verarabiseerd zijn. Of zoals Jean Raspail het zegt, bougnoulisé, noemt hij dat. En toen ik dat boek vertaalde, had ik wel moeilijkheden om dat woord vertaald te krijgen, want bougnoul is eigenlijk een scheldwoord. En dan heb ik daar vernikkerd van gemaakt. Dus heel Brussel is stilaan vernikkerd. Kunt u heel kort even schetsen voor de kijker waar dat boek over gaat? Het boek gaat in wezen over de reactie van de Franse bevolking op de ontscheping, zoals u dat genoemd hebt, van 1 miljoen immigranten die met boten afkomen vanuit India. Die komen met boten die ze gecharterd hebben, met een aantal boten waarop er duizenden en duizenden mensen zitten. Samen vormt dat 1 miljoen. Die landen op een paaszaterdag, landen die aan de kust van de Côte d'Azur. En in geen tijd stort het hele westerse systeem in Frankrijk in. De mensen slaan op de vlucht, zoals ze ook op de vlucht geslagen zijn in 1940, voor de Duitse bezetter. En nu komen de immigranten. En die immigranten, dat zijn Hindoes. En die komen niet gewapend. Dus te zeggen, die hebben wel een wapen. Hun wapen is eigenlijk hun armoede. Dat ze niets hebben. En dat gebruiken ze. Ze spelen op de gevoelens. Wij hebben niets. We zijn niet gevaarlijk, want we hebben geen wapens. Een wapen is hun aantal. Een wapen is hun fertiliteit, dat ze zich heel snel voortplanten. Enorme massa. Dat wordt in het boek vrij plastisch beschreven ook. Jean Raspail beschrijft dat inderdaad heel plastisch. Jean Raspail is wel een man van stand. Het is een heer. Eigenlijk, maar soms in zijn beschrijvingen beschrijft hij het, ja, zoals u zegt, plastisch, maar zijn stijl is toch meer mutatis mutandis, kunnen we zeggen dat zijn stijl meer Harry Mullig is dan Jan Wolkers of Jan Kramer. Hij zegt de dingen, maar hij zegt ze toch op een fijne manier, maar zijn humor is toch zeer sarcastisch. Ja, een van de eerste lezers van het boek, die beschreef het in een blog op internet als een stroom sperma die op het Westen afraast. Ja, ja. Ik weet niet meer of dat op een weblog was, maar of in een krant, maar in ieder geval
En dat was maar dat beeld roept het ook op en dat beeld beschrijft hij ook op die manier. Hè? Bladzij na bladzij, hoe dat op die boten toe gaat. Ja, dat, ja. Wanneer ze vanuit de gangers hier naartoe komen. Hij beschrijft dat en hij laat zien, Jean Raspail zijn stelling is, blank zijn is geen kwestie van huidskleur, maar is een kwestie van mentaliteit. Dat zegt hij letterlijk in zijn boek, maar hij laat dat zeggen door een zwarte hindoe. Maar die met de blanke meedoet, meneer Amadoura. En meneer Amadoura, die beschrijft dus die immigranten die afkomen. En meneer Amadoura zegt aan de blanke, met wie hij samen vecht tegen die immigranten, want er is een klein groepje blanke die niet aan het zingen zijn, arm zwijn van Kumbaya en welkom en welkom en bienvenue. Nee, die zeggen, als we ons niet verdedigen, als we en niet terug in het water drijven met hun bootjes, ja, dan zullen ze ons overrompelen. En die meneer Amadoura, die zegt, en ik ga nu citeren, u kent mijn volk niet, met al zijn smerigheid, zijn fatalisme, zijn onnozel bijgeloof en zijn atavistische leidzaamheid. U kan zich niet inbeelden wat er u te wachten staat als u deze vloot van wilde mannen op uw dak krijgt. Alles zal veranderen in uw land, dat inmiddels ook het mijne is geworden, zegt meneer Amadoura, en met hen en door hen zult u ten onder gaan. Dus Jean Raspail heeft dat goed gezien, hij beschrijft de communicerende vaten. Als zij binnenkomen met hun armoede, zullen zij het beter hebben. Maar van de weeromstuit gaat de rijkdom van het westen naar beneden. Dat zijn de communicerende vaten. Ja. En dan, daarna, kan alles weer naar boven gaan. Maar dat duurt enkele generaties. En wat hebben wij daaraan? Het is mijn oude moeder, die een Oekraïense is, maar die zich totaal aangepast heeft, die droeg geen hoofddoek, die kleden zich zoals de westerlingen zich kleden. Ja. Die was van het principe, in Rome doe zoals de Romeinen. En die was in discussie gekomen met Paula Dont. Paula Dont, dat was de staatssecretaris, de koninklijke commissaris die zich met migratie bezighield. Ja. En Paula Dont die zei, ja, maar het probleem van de immigratie zal binnen 4 generaties opgelost zijn. Ja. En dan zei mijn moeder, ja, maar dan ben ik 130 jaar. Daar heb ik niks mee. Nee, ja, precies. Ja. Ja. Dat boek dat is dus geschreven in 1974 en toen ook verschenen. En dat boek is pas later echt een hype geworden. Natuurlijk door de politieke actualiteit ook. Ja. Maar voor Raspail was dat toen geen actualiteit. Wat was het... Waarom heeft hij het überhaupt geschreven, toen het eigenlijk nog niet speelde? Jean Raspail is een kind van de oorlog van 40. Hij heeft meegemaakt hoe Frankrijk onder de voet gelopen werd door de Duitse troepen, hoe de mensen op de vlucht sloegen, en dat heeft hem getraumatiseerd in zijn puberteit. Hij geeft dat toe. En na zijn puberteit is hij dan, het was een avontuurlijk mens, het is een etnoloog, het is een ontdekkingsreiziger, is hij met enkele vrienden, met een canoë in 1949, is hij van Quebec de Mississippi afgevaren tot in New Orleans. Daarna heeft hij naar Vuurland gegaan. Dus hij is van Alaska, heel Noord-Amerika doorkruist, heel Zuid-Amerika, naar het punt waar eigenlijk de Zuidpool begint, heeft hij ook gedaan. En dan heeft hij nog een expeditie in 1954, een expeditie, Franse expeditie, van ontdekkingsreizigers naar de Inca-cultuur. Dus Jean Raspail is een etnoloog die zich bezighoudt met volkeren die verdwijnen. Dat is zijn grote, laten we niet zeggen angst, maar
Hij heeft gezien dat er, zoals in Vuurland, de Alakaloeven, een Indianenstam, dat verdwenen is, zoals de Inca's verdwenen zijn. En Jean Raspail is zich goed bewust dat een multiculturele maatschappij niet bestaat. Nooit bestaat, nooit kan bestaan. Dus de opkomst van de een gaat ten koste van de ander. Dat is zo. Ja. Het is altijd de sterkste cultuur die overwint, die de andere culturen verdringt. Wat wij multicultuur noemen, is eigenlijk multietnie. Het is een multietnische maatschappij. Ja. Zoals de Verenigde Staten van Amerika is een multietnische maatschappij. Ja. Hoe zag hij die Verenigde Staten als multietnische maatschappij? Heeft hij daarover geschreven of niet? Hij heeft weinig, ik heb toch geen boeken gelezen. Hij heeft wel zijn tocht door de Verenigde Staten, maar hij heeft zelf geen etnologische studie over de Verenigde Staten gemaakt. Maar hij beschrijft het als de melting pot. Ja. Daar heeft hij gezien, Amerika is monocultureel. Men draagt jeans van in Alaska tot in El Alamo, laten we zeggen, men eet hetzelfde. Dan zijn er natuurlijk wel Chinese restaurants en Italiaanse restaurants en zo. Maar de cultuur, het is monocultureel. Ja. Men spreekt maar één taal. Nu is dat aan het veranderen. En nu zijn er de grote problemen met de Hispano's, met de Spaanstaligen, die vanuit het zuiden in Texas oprukken, die de plaats van de Engelssprekende innemen, de plaats van de Engelssprekende negers. En de negers voelen zich gediscrimineerd. Niet door de blanken, maar door die Hispano's die daar komen. Ja. Ze zeggen, wij zijn de underdog, zeggen ze. En nu komt daar een ander volk met andere zeden, met een andere taal die wij niet verstaan. Die spreken geen Amerikaans. Engels bedoelen zij daarmee, hè. Die spreken Spaans, dat verstaan wij niet. En de negerbevolking is ten zeerste gefrustreerd. Ik weet dat, want mijn oudste dochter heeft bij Austin in Texas, heeft ze enkele jaren les gegeven. Ze gaf Frans en wiskunde. Ik zie niet hoe dat ze die twee combineerde, maar ze gaf Frans en wiskunde. En in haar klas zaten er veel Hispano's en enkele negers. Een heel klein beetje blanke, en dat was altijd een grote discussie, zelfhaat, tussen die negers en die Spaanstaligen. En de blanken bleven eigenlijk... De blanken die hadden andere, die gingen naar andere scholen. Ja, ja. Het waren maar de heel arme blanken die dan tussen de negers gingen zitten. De mensen die een beetje gegoed waren, die gingen naar privéscholen. Ja, dat is wat Jean Raspail dus zag over de hele wereld, hè, ondergaande volkeren. Maar hij voorzag voor Europa niet een soort Amerikaans scenario, dat er toch een soort van monocultuur kon ontstaan, die desalniettemin toch kon slagen, ondanks heel veel problemen. Ja, hij zag dat wel. Hij was een tegenstander van Le Franglais, bijvoorbeeld. De verbastering van het Frans door de invoer van Angelsaksische woorden. Hij zag dat goed, hij heeft die periode meegemaakt. Wie zich daartegen verzet heeft, was de Gaulle. Charles de Gaulle, die wou nog Frankrijk monocultureel houden op gebied dat Frans zou zijn. En Jean Raspail was daarmee akkoord. Hij is tegen die vreemde invloeden. Want hij ziet, hij zegt, als we dat toelaten, gaat na verloop van tijd één taal de overhand krijgen, zoals het in de Verenigde Staten gebeuren is. Toen de Verenigde Staten onafhankelijk werden, is het op één stem in het congres nagekomen of de taal was Duits. Daar waren heel veel Duitsstaligen, daar waren Engelstaligen, daar waren Nederlandstaligen. Ja. En dat waren de drie grote groepen. En Franstaligen ook, die een beetje, maar die zijn dan meer naar Canada gegaan en in het zuiden gans, La Nouvelle-Orléans, New Orleans en zo. Dat door Napoleon aan Amerika verkocht is in
in 1802 of 3 komt dat, daar weet ik van af zijn. Maar dus, zelf in Amerika is het op één stem gekomen. Er waren veel mensen die in het congres, congresleden, die zeiden, ja, maar we hebben nu de Engelse bezetter buiten gebonjourd. We gaan nu toch zijn taal niet overnemen. We gaan Duits. Maar natuurlijk, de Fransen die in het congres zaten, ja, die Duits, dat, alhoewel ze nog niet door Duitsland bezet waren. Maar hadden de Fransen nog liever Engels dan Duits? De Fransen verstonden nog beter Engels dan, dan Duits, omdat Engels eigenlijk veel Franse woorden heeft. En vroeger, vroeger werd er ook aan het Engels of Frans gesproken. Ja. En de Fransen van Normandië en zo, van die armere streken die uitweken, die kenden wel een beetje een mondje Engels. En het was, ja, ze hadden een taal moeten kiezen om zich daar verstaanbaar te maken. Ja. Ze hebben het Engels genomen. Engels dat een simpelere taal is in de Amerikaanse vorm dan Duits. Ja. Duits met de verbuigingen en zo. Duits is een rijkere taal dan het Engels. Nederlands is nog een rijkere taal dan het Duits. Zeker dan het Frans. Absoluut dan het Engels. Als men ziet, een Nederlandstalig woordenboek is veel dikker dan een Engels woordenboek. Ja. Hadden we het dus over de die politieke actualiteit, hè? Dat speelt nu. Dus het boek dat wordt gekoppeld aan de gebeurtenissen van met name de laatste jaren. En daardoor is het ook in één keer vertaald in heel veel talen. En in het begin niet. Weet u iets van hoe dat boek in het begin is ontvangen of daar überhaupt op gereageerd is? In Frankrijk werd dat door, laten we zeggen, door de rechtse scène goed ontvangen. Maar eigenlijk werd het door de linkse intellectuelen een beetje minachtend ontvangen. Ja, het zal allemaal niet zo zijn. Jean Raspail is een man, zegde zij, is een man met een negatieve visie over de maatschappij. Het zal allemaal wel meevallen. We moeten positief blijven en dat komt allemaal in orde. Dus het werd zo behandeld. Zijn boek kreeg dan ook tegenwind uit de feministische hoek. Omdat er in zijn boek nu eenmaal weinig vrouwen in voorkomen. En het was juist de opkomst van het feminisme in de jaren 70. Het was ook de opkomst, het is te zeggen, van het militant feminisme. Ik spreek niet van de suffragetten van 1900 die stemrecht wilden. Het was dan het feminisme dat eigenlijk man wou zijn. Ja. Die zegde, we kleden ons hetzelfde als de mannen, we doen dezelfde job als de mannen. Dat is allemaal goed, alhoewel er sommige jobs, bijvoorbeeld oproerpolitie, zijt je beter een bonk van een kerel dan een frele vreule. Bij manier van spreken, bijvoorbeeld als men een brandweerman is, heeft men beter een conditie dat men iemand van 80 kilo van een ladder kan dragen, een freule die zelf 50 kilo weegt, zullen kunnen, er zijn manwijven, dat bestaat. Maar het feminisme in de Verenigde Staten, dat aan de universiteiten ontstond, samen met de politieke correctheid, ook in taal, in woord, dat feminisme, dat was, zij hadden ongeveer alles bereikt wat ze kunnen bereiken. Zelfde loon voor zelfde werk. Men zegt altijd, er is een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Nee, er is een loonkloof tussen arm en rijk. Ja. Bijvoorbeeld een volksvertegenwoordiger. Of dat nu een man of een vrouw is, die verdient hetzelfde. Ja, precies. En Merkel, die zal meer verdienen dan een Duitse schooier. Ja, bij manier van spreken. Dus de vrouwen officieel en vooral in het bedrijfsleven waren ze nog een beetje achteruitgesteld, maar dat had ook andere redenen. Maar in het staatsbestel werden de vrouwen hetzelfde vergoed als de mannen. De vrouwen hadden
dezelfde rechten als de mannen op werk, op geldbeheer. Ze mochten trouwen, ze mochten scheiden, ze zingen in niets meer af van de mannen. En toch zagen de vrouwen dat er een verschil was. In sport bijvoorbeeld, is er nog altijd gescheiden sport. Nu mogen Navratilova tegen Sampras zetten, Sampras zal altijd winnen. Ja. In sport ziet men dat. En dan hebben de vrouwen gezegd, wij hebben het maximum bereikt, maar de mannen staan ergens toch nog altijd hoger, dus gaan we zorgen dat de mannen vervrouwelijken. Ja. We gaan de mannen naar beneden halen. En daarom is het feminisme, vooral in Amerika, met de gays en met de transgenders nu, dat is om het manbeeld naar beneden te houden, omdat de vrouwen zijn vermannelijkt tot het punt dat het niet meer kon zonder medische ingreep. En nu trachten ze de mannen te vervrouwelijken. Dat is het feminisme. En Raspail schrijft daar wel iets over, niet op die manier, maar hij laat wel zien dat de burgerlijke, blanke Fransen, en ook de mannen, dat zijn toch andere mannen dan de immigranten die daar al zitten en die het harde werk doen. Dus de harde werkers in Parijs, dus de slachthuizen, de straten schoonmakers, vegers. En zijn allemaal immigranten en dat zijn ook allemaal mannen. En dat werd hem verweten, hè? Ja. Hè, omdat toch die linkse scène, die voelde ergens dat hij... Ze verweten hem dan een macho te zijn. Ja. He, maar ze hadden eigenlijk geen argumenten, want hij kon verduiveld goed schrijven. Ja. He, zijn stijl was literair. Ja. He, en nu, dat is altijd een probleem voor de linkse. Dat is van Gramsci, denk ik, die gezegd heeft, het artistieke, dat moet links zijn. Ja. Rechtse artiesten, dat bestaan niet. Ja. En dan zegt men, ja, maar Ezra Pound, de dichter, Knut Hamsun, de Nobelprijswinnaar literatuur, Céline in Frankrijk, dat waren toch allemaal geen linkse rakkers. Hè? En dat is hun probleem. Hè? En ze zagen dat Jean Raspail een auteur was die een zekere literaire waarde had. Maar was Raspail echt politiek geëngageerd? Hij was toch niet. Nee, dat wou ik zeggen. Want, en dat is het wel, het verschil met Céline en Pound. En, wellicht dat je op basis van zijn boek, dat linkse mensen op basis van zijn boek graag Raspail voor rechts uitmaken. Maar hij was, voor zover ik weet, toch vrij apolitiek. Hij was apolitiek. Hij was eigenlijk, en hij is nog altijd, hij zegt dat in interviews, hij is een royalist. Hij zou eigenlijk een koning in Frankrijk willen. En hij heeft daar een hele goede theorie over. Hij zegt, kijk, een koning die heeft geen directe macht, zegt hij, maar dat is een symbool. En we moeten het symbool verder zetten. En dat symbool, dat moeten we niet om de 5-6 jaar herkiezen. Dat mag gaan zoals het Engelse van het Verenigd Koninkrijk, het Koningshuis daar, dat is eigenlijk reële politieke macht. Ja. Hebben die nu natuurlijk, die hebben altijd macht in de achterkamers, hè, ja. En zelf heel veel macht, ja. omdat zij veel geld hebben. En zij hebben connecties. Zij hebben connecties, dat is ook gelijk de Bilderberggroep, ja. En zo. Hè. Ja. Dat zijn, maar een koningshuis, dat symboliseert de natie. En Jean Raspail was eigenlijk een Franse nationalist. Hè, maar ze konden moeilijk zeggen dat hij racist was, want hij is eerder, zoals de meeste Fransen zijn, een chauvinist. Maar het nationalisme, past dat niet toch beter bij de, nou ja, de laïcistische, seculiere Franse Republiek en niet zozeer bij die royalistische Franse monarchie eigenlijk, waar in Frankrijk een stroming voor is? Het is tweeslachtig, hè. Ja.
je hebt een soort nationalisme, maar in Frankrijk is het eigenlijk een patriotisme. Want Frankrijk is eigenlijk een van de landen die geen volkeren erkent. Want je hebt daar Bretonen, je hebt les Normands, je hebt de Languedoc. En zo, nee, maar Frankrijk is de nation française, maar het is eigenlijk heel centralistisch. En hij is ook zo, maar het verschil met Raspail is, Raspail weet dat er volkeren bestaan. Ja. Hij herkent hun eigenheid. Hij spreekt over Vlamingen, hij spreekt over Friesen, hij spreekt over Alakaluf, hij spreekt over allerlei volkeren. Als etnoloog beseft hij dat, dus dat er verschillende culturen bestaan, maar in Frankrijk is een centralistische cultuur rond Parijs gericht. En hij is een Parijzenaar. Dus in feite, met zijn boek zag hij Europa, of in ieder geval Frankrijk, toch als een soort tribalistisch gebeuren in Patagonië, hè, waar hij ook over schrijft. Met een stam die hij gewoon ziet verdwijnen. Een stam die verdwijnt, en hij zag het, dus hij hield zich heel veel bezig met indianencultuur. Mm-hmm. De indianen die verdwenen waren, die reservaten. Wel, hij zegt, als we de dingen laten gebeuren zoals ze dreigen te gebeuren, en zoals ze nu aan het gebeuren staan met die massale immigratie, dan zegt hij, dan gaan wij na een tijd de indianen worden van de wereld, de blanke man, want hij is geen racist, maar hij is rasbewust. Dat is wat anders. Ze hebben me altijd verweten, racist, nee, zegt hij. Ik ben niet racist, maar ik ben rasbewust. Ik weet dat er rassen bestaan. Nu noemen ze dat haplogroepen. Dat is het nieuw begrip in de... Ik heb het hier, je kunt dat op Wikipedia opzoeken. In de genografie, dat is een nieuwe wetenschap die zich bezighoudt met de haploïde DNA. En daarin ziet men dat er binnen de mensengroepen, dat er verschillende mensen zijn, verschillende rassen eigenlijk, dat men kan zeggen, die groep mensen, die hebben Friese haploïde DNA. Die mensen die hebben, die hele groep heeft een haploïde DNA die men in Vlaanderen, in West-Vlaanderen terugvindt en aan de kusten van Engeland. Ja. Dus er bestaan mensenrassen, want indien er geen rassen zouden bestaan, en men zegt altijd, rassen dat bestaan niet, er is één mensenras. Dan kan men ook zeggen, bij honden bestaan niet, dat is maar één ras dat afkomstig is van de wolf. Ja. Maar er is toch een verschil tussen een chihuahua en een pitbull, bijvoorbeeld. En stel dat die agenda die de immigranten binnenlaat en de welkomstcultuur, die dat dus het verschil, de verschillende rassen niet erkent. Stel dat ze dan gelijk krijgen en er ontstaat één grote melting pot. Wat zou daarvan het gevaar zijn? Het gevaar is, de natuur wijst ons op het gevaar. Om te overleven diversifieert de natuur. Aha. Als men ziet, er is niet één soort honden. Er zijn verschillende soorten honden. Het is nu niet het beste voorbeeld, omdat de mens daar veel... Maar in de zoogdieren ziet men een diversificatie om te kunnen overleven in de biotoop. Als men natuurlijk die diversificatie... Had men nu gezegd, maar iedereen die melting pot en we gaan al die genen vermengen. Dan was dat al lang gebeurd. Dan waren wij allemaal halfbloeden. Dan zou het blanke ras niet meer bestaan. Dan zouden de mensen geen blauwe ogen en blonde haren meer hebben. Dus maar zouden bijvoorbeeld, zou het, om maar iets geks te zeggen, dus de natuur, om de menselijke natuur om te overleven,
die splitst zich op in verschillende rassen. Ja. En daar kan dan het ene ras kan bijvoorbeeld dan aan een ziekte of wat dan ook ten onder gaan, waar het andere ras niet aan ten onder gaat. Ja. Zijn dat de dingen waar je dan aan moet denken? Is dat een soort van zelfbeschermend mechanisme? Absoluut. Dat is in de natuur. Anders hadden die diverse rassen niet bestaan. Hm. Want de mensheid bestaat al, ik weet niet hoeveel, men is daar nog niet aan uitgeraakt. Hoeveel duizenden jaren dat bestaat, maar dan zou dat allemaal met elkaar vermengd zijn. Dan zou er geen blonde haren, geen blauwe ogen, want dat zijn de genen. Men ziet dat ook in de haploïde DNA, die zwakker zijn, die verdwijnen. Die verdwijnen aan de tijd. Zouden wij allemaal donkerbruine chocolade mannetjes en vrouwtjes geworden zijn. Maar natuurlijk, het is allemaal de commercie heeft dat nodig. Maar Raspail beschrijft dat ook ergens, dat een aantal blanke Fransen het toejuichten, dat wij blanken ten onder gaan en dat ze eigenlijk graag willen ophouden met ons ras. Ja. En het gekke is dus dat je dat in deze tijd ook werkelijk hoort in bijvoorbeeld die anti-blanke demonstraties in Amerika aan universiteiten, acties. Die hebben, de geluiden die je steeds weer terughoort is dat met name de witte man, maar het blanke ras moet ophouden te bestaan. Ja. Dat is iets wat hij dus 40 jaar geleden al zag. En waarom moet het blanke ras ophouden te bestaan? Ja. Omdat men nastreeft dat het allemaal métissen zouden worden. Le métissage, zeggen ze in het Frans. En het voordeel daarvan is, als er geen rassen meer bestaan, als er maar één taal, één cultuur bestaat, ja, dan moet de commercie maar zich op één doelgroep richten. Nu moet men rekening houden met de gevoeligheden van de verschillende rassen. Terwijl het vanuit biologisch punt eigenlijk een soort van zelfmoord van de menselijke natuur is om zoiets na te streven. Natuurlijk, omdat de natuur, en dat ziet men, men ontstaat uit de oceanen, uit de amoebe. Ja. En dan diversifieert zich dat en daar zijn vissen en daar zijn gewervelde dieren, daar zijn ongewervelde dieren. Ik ben geen bioloog, maar men ziet toch dat de natuur om te overleven diversifieert. Dat is een ontzettend interessant punt, want die voorstanders van die melting pot, die willen dus dat er één menselijke soort ontstaat, maar het onderliggende argument of geluid wat je steeds daar hoort bij hen, is dat het met name de blanke mens moet ophouden te bestaan, want die is schadelijk voor de natuur. Die rooft de wereld leeg, koloniseert andere volkeren. Ja. Maar eigenlijk, dus door zo'n melting pot te creëren en het blanke ras op te heffen, maar niet alleen zeg maar de blanke, maar officieel een melting pot na te streven, creëren ze eigenlijk een weerloze mens, maar ook een... Ja. Ja, ze grijpen in op de natuur zodanig dat die echt... dat het heel vernietigend kan zijn. Ja, kijk, dat argument, hè, en dat argument, dat antiracistisch argument, zogezegd, dat hoort men bij voorkeur bij de blanken. Ja. Zo dat argument zult je bijvoorbeeld in Japan niet horen, van Japanners die een monocultureel, en zelf een mono-etnische groep vormen. Japanners, hè, die zeggen, wij zijn de mensen, en de rest van de wereld, dat is een soort, een mindere categorie. Dus in Japan, de Japanners zien hun eigen als de mensen. Ja. En zo zijn er veel volkeren. De Eskimo's, nu mocht je dat woord ook niet meer gebruiken. Inuit? Ja, okay. De Inuit, dat betekent ook mens. Ja. Zij zien hun eigen als mens. En ieder ras beschouwt zich als het middenpunt van het heelal. En dat is maar goed, dat is een overlevingsstrategie van de mens. Maar wat men ziet, heeft ook allemaal met de commercie, met de handel, met het geld te maken. De
breuklijn is niet tussen links en rechts. Dat is voor de massa. De breuklijn is tussen de heel rijke en de rest. Dat is de breuklijn. En de heel rijke, die doen niet aan met die sage. Die hebben nog altijd hun eigen scholen waar ze hun kinderen sturen. Die houden zich uit de massa. We gaan terug naar de Romeinse tijden van de patriciërs en de plebs. Aan het einde van het Romeinse Rijk was het hele Rijk in handen van 2000 families. En de rest van alle inwoners bezat niks. Die mochten werken voor hun geld, maar ze bezaten niks. Ja. Men in onze tijd, dus ik beschrijf dat tenminste in mijn eigen boek, Permafrost, wat een paar maanden geleden verschenen is. Dus we leven in weer een oligarchische tijd, waarin dus een wereldoligarchie steeds meer macht, geld middelen naar zich toe trekt. En steeds meer proletariaat creëert in feite, wat bezitsloos is, of althans zich tevreden moet stellen met hard werken en weinig bezitten. Ja, maar ik zal uw boek, ik heb het nog niet gelezen, maar ik zal het met veel interesse lezen. Maar neem nu, wat gebeurt er? Enkele weken geleden de grote rellen in Charlottesville. Ziet men goed, men ziet daar iconoclasme, wat dat men nog weinig gezien heeft. Men ziet daar beelden neerhalen. Ik kan dat begrijpen dat in de communistische landen, dat zij het beeld van Stalin neerhalen, omdat zij door Stalin persoonlijk getroffen werden in hun leven, in hun bestaan. Maar natuurlijk, die blanken, want het waren blanken, het waren geen negertjes, het waren blanken die ik heb zien dat beeld neertrekken, die erop schoppen, die het bespuwen, zoals IS doet. IS die deed hetzelfde met beelden, dat iconoclasme. Dan zeg ik, wat gebeurt er daar? En dat is een groot gevaar, omdat dat de kern legt voor een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog. Men mag niet vergeten, de Amerikaanse burgeroorlog is ongeveer 150 jaar geleden geëindigd, in 1865. Wat is er dan gebeurd? Dan werd er een modus vivendi gevonden. Het slavendom werd afgeschaft, maar het zuiden werd in zijn fierheid gelaten. Er werden geen tribunalen van Nuremberg opgericht, die generaals generaal Lee, die kregen hun standbeeld, dat waren de helden. Dus men liet de zuiderlingen in hun fierheid. Waarom deden Noorderlingen dat? Noorderlingen waren in die tijd met 22 miljoen, waarvan 2 miljoen negers. Het zuiden waren 9 miljoen mensen, waarvan 4 miljoen negers. Er zijn veel negers die meegevochten hebben met de zuiderlingen tegen de Noorderlingen. Want de strijd werd niet gevoerd voor de afschaffing van het slavendom. De strijd werd gevoerd, het was een strijd van het agrarische tegen de industrialisering. Maar ook een strijd van een confederaal staatsmodel. Ja, de confederalen, dat waren de katoenplantages. Dat was eigenlijk de aristocraten. Ja. Dat waren aristocraten die dan slaven hadden, maar dat waren geen slaven waar ze macht over hadden, over leven en dood. Men moet dan niet denken, die slaven, men kan dat meer lijfeigenen noemen, zoals wij dat hier in het Westen. Je zou zeggen een soort feodalisme. In de middeleeuwen gekend hebben. Okay. En onkel Tom, die had zijn hut, die had zijn oude hutje, waar hij in woonde. Zijn vrouw, dat was de nanny van de blanke kinderen. Yeah. Die kregen het overschot van het eten, van de rijkelijke tafels. Ze kregen wel het overschot, maar ze hadden nog te eten. Maar toen de slavernij afgeschaft werd, hadden de negers het slechter. En het is nog maar de laatste tijd dat ze een beetje naar boven komen. Want als men ziet, tot in de jaren 50, 60, hoe dat negers
behandeld werden in de Verenigde Staten. Dat zag er niet goed uit. Ja. En dan zijn er die opstanden geweest in 1965. Ik was juist in Canada tabak gaan plukken en daarna heb ik een cursus raciale sociologie gevolgd aan de University of Detroit. Ik zeg er wel bij dat die cursus maar een uur geduurd heeft. Oh. Maar ik vernoem het. Ik vernoem het toch. Dus ik kan zeggen, ik heb een cursus raciale sociologie gevolgd aan de University of Detroit. En dat werd gegeven door een soort Obama. Zo een mooie neger. Obama is een half neger, maar dat was een volledige neger. Maar een mooie, intelligente neger. En die zei, kijk, zei daar bestaan problemen in het zuiden, raciale problemen, maar dat komt omdat die mensen daar gewerkt hebben. Hier in Detroit hebben wij die problemen niet, omdat hier General Motors en de auto-industrie en hierdoor overleven de mensen. Hij had dat nog maar juist gezegd, dat was in september. In november zijn er in Detroit rellen uitgebroken waar de Nationale Garde met tanks is ingezet geworden, waar er hele blokken kapotgeschoten werden. Yes. He, maar dat werd allemaal, men kan dat nog... Maar dat is oorlog. Terugvinden, dat is oorlog, want de Nationale Garde die is inzet, de Nationale Garde is het intern leger van de Verenigde Staten. He, maar waarom hebben ze de slavernij afgeschaft, het slavendom afgeschaft in de Verenigde Staten? Om de industrie te promoten. De industrie had werkkrachten nodig. Ja. En ze wilden geen onderscheid meer hebben tussen blanke werkkrachten en negerslaven. Want de blanke, die zou zeggen, hela, dat is een slaaf. Ik ben een vrije man. Je moet mij niet behandelen gelijk die slaaf. En dus hebben ze gezegd, oké, het slavendom bestaat niet meer. We gaan iedereen gelijk een neger te behandelen. En die arme blanken, die werden ook door de industrie uitgebuit, zoals de arme negertjes. En iedereen. In de 19e eeuw bestond in Amerika onder de gewone mensen een enorm weerzin tegen de staat, tegen het grootkapitaal, tegen de industrie. En men beschouwde dat als gewoon intrinsiek slechte entiteiten. Gewoon slecht voor de mensen, slecht voor de burger. Maar het zuiden zag natuurlijk wel een bedreiging dat werkkrachten zo naar het noorden zouden trekken. Maar daarom hebben ze dat gezegd. Ze hebben gezegd, hela, dat is gedaan met uw lijfeigenen. Hè. Wij moeten uw slaven hebben om in onze industrie te werken, om onze industrie groot te maken. Hè. En dan zeggen ze natuurlijk, maar jij is het vrij. Maar die slaven waren niet vrij, die zijn nog gebonden door de rekeningen die ze iedere maand moeten betalen. De mensen zijn nog altijd slaaf, maar het heeft een andere naam gekregen uit politieke correctheid. George Orwell, die zegt dat, we gaan de naam slavendom afschaffen en dan kunnen we de mensen uitbuiten, maar we gaan nooit meer zeggen dat het slaven zijn. Ze mogen één keer in de 4 jaar op een knop drukken. Ja, toch? Ja, ja. Dat is een schoepmakertje. Maar zo is het gebeurd.